nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan. Kom zitten, kom zitten. Wieneke Remmers en Alexandra Alphena. Hallo. Wat fijn dat jullie er zijn. Yes. Dankjewel. Ja. Klein publiekje maar, hè? Een klein liedje. Heel dankbaar. Ja, was het toch alweer even dat gevoel? Oh ja, dat. Heerlijk, ja. Heel fijn. Ja. Wanneer was het laatste optreden dat jullie gehad hebben? Oeh, ja, voor mij eigenlijk al eind januari. Eind januari, ja. Ja, ik speelde met de musical Pijnstillers naar een boek van Carrie Slee. Ja. Gelukkig, ja, einde tour voor dat corona uitbrak. Dus ik heb de tour wel kunnen afmaken. Dat is gelukkig. Fijn, ja. En mijn laatste optreden was een paar weken terug, maar dat was streaming, maar wel in de Koepelgevangenis in Breda. Dus dat was ook echt een enorme ruimte, maar zonder publiek. Het publiek zat thuis achter de laptop, maar wel bijzonder. Ja, bijzonder, ja. Bijzonder noem je het. Ja. Maar was het wat? Krijg je dan iets terug van je publiek als je zo dat via een stream? Nou, wat vooral fijn was, vond ik dat je even weer met een aantal collega's, met vier andere zangers, weet je, die je ook al een tijd niet hebt gezien, dat je weer even samenkomt. Je hebt weer wat mogen instuderen. We hadden hele moeilijke partijen, zangpartijen in moeten studeren. Dus je zit thuis weer te studeren. En dat je denkt, oh wat fijn, we even met je vak bezig zijn. Dat even was lekker aan de slag. Nou, dat was echt heel prettig. Ja. Ja, en jullie hadden dit nummertje uitgekozen, een klein stukje ervan, ja. van Annie M.G. Schmid. Dansen op een vulkaan. Ja. Niet voor niks gekozen, die titel. Nee, toch? Nee. Wel toepasselijk, dachten we zo. Ja. Dus ja. Ik verslik me even. Nu altijd bezig met zang, dans. En nu thuis, hoe is dat? Gek. In het begin, weet je, het gaat in fases, hè. Ik ben dan zelf moeder, we zijn allebei moeders. Ja. Maar zij nog van een heel lief kleintje. Ja. En ik ook al van schoolgaande kinderen. Dus die eerste weken ben je alleen maar bezig met inlogcodes en school. Herkenbaar. En dat vond ik ook best wel heftig, want dat gebeurt. Je weet van, al mijn werk wordt doorgestreept. Maar die kinderen, weet je, in de eerste instantie ga je toch je kinderen, dat allemaal doorgaat. Maar daardoor hebben ze eigenlijk geen ruimte om na te denken wat er met je vak gebeurt. Nee. Dat komt daarna. Wat gebeurde er toen het doordrong? Nou ja, dat ging dus in etappes. Weet je. Eerst denk je nog tot de zomer. Ik zat op dat moment niet in een productie. Ik zat te wachten op, in september zou ik weer met een grote tournee van start gaan van Titanic. Grote musical. Ja. Dus die had ik staan. Dus ik dacht nog van, november première. Maar waren jullie al begonnen met de repetities? We waren nog niet begonnen met repetities. Dus ik had gewoon zeg maar dit voorjaar wel losse regieklussen en lesgeven en optredens. Wat concertjes die allemaal al doorgestreept werden, weet je wel. Bruiloften waar ik zou gaan zingen. Nou ja, ook allemaal ging allemaal niet door. Maar qua theatertournee, dat was voor mij, daar was ik niet mee bezig op dat moment. Maar inderdaad, En dan ga je denken, wat nu? En dan langzaam hoor je, op een gegeven moment hoor je dus van, maar vanaf september kunnen we ook helemaal niet aan de slag. Nee. En wat gebeurt er dan als je dat hoort? Nou, dat vond ik dan heel depressief. In eerste instantie denk je nog, die lockdown. Het is tot de zomer, denk je dan nog. Of tot september. En toen ik hoorde van, dat gaat niet door. Toen was ik echt een paar dagen echt, ineens zag je geen stipje meer aan de horizon. Nee. Dat vond ik heel heftig. Ja, dat eigenlijk ook gewoon het hele vak stil ligt. Ja. En voor onbepaalde tijd. En voor onbepaalde tijd. Omdat ik ben wel vrij positief ingesteld. Ja. Ik dacht, inderdaad tot de zomer. En dan in september kunnen we wel weer lekker gaan spelen. Maar dan hoor je ook Albert Verlinde zeggen dat ook zijn grote producties tot maart volgend jaar niet meer gaan spelen. Ja. Dat je denkt, al die mensen die daarbij betrokken zijn, al onze collega's en vrienden zitten allemaal thuis. Iedereen, ja. En gaan dan de radertjes lopen van ik moet iets bedenken, ik moet iets doen? Of... Nee, ja, zeker. Ja. Ja, sorry hoor. Gaat het? Nog wat meer water? Nee, het is een beetje drot. Ja, een beetje extra water kan geen kwaad. Je merkt ook wel, ik merk ook wel bij mezelf dat ik wel graag wat wilde doen. En ik heb dan, ik heb een tijdje een televisieprogramma gepresenteerd in het Emma Kinderziekenhuis. Voor Emma TV. En dat lag natuurlijk ook stil. Ja. Omdat daar ook geen
medewerkers meer over de vloer mogen. Dus ik dacht, nou, die hadden dus online ook een uitzending. Dus ik ben gaan voorlezen en ik heb een nummer ingezongen om zomaar bezig te zijn om in ieder geval me in te zetten. Voor, je nuttig te voelen, ja, nuttig te en iets maken. Te betekenen ja, voor ja, anderen. Ja, maar je zegt inderdaad met je vak bezig zijn, ja. Dat ligt helemaal stil. Musical is natuurlijk ook heel veel dansen en heel fysiek. Ja. Hoe is dat? Je lijf, dat moet je toch in conditie je moet houden. Ja. Ja. Nou, wij zijn niet de grootste dansers, volgens mij, dat valt wel mee. Nee, wij zijn meer movers. Wij zijn meer acteurs, zangeressen. Maar, ja. Ja. Nou, ja, je stem, nee, maar ik bedoel, ja. Ben je thuis, blijf je zingen, blijf je oefenen? Of ja. Of is dat nou, niet ja, nodig? Bent getrouwd met een, ik ben getrouwd met een zangdocent. Dus, hoe vinden de kinderen dat? Pa en ma? Nou ja, dat is voor hun ook wennen. Want mijn man heeft dus alleen maar thuis online zangles gegeven. Dus de hele dag galmen daar de zangoefeningen vanuit de studeerkamer. Gekmakend. Ja, oefeningen zijn dan, oefeningen, niet zo leuk om naar te luisteren. Ja, maar goed, heel fijn dat het door kon gaan. Nee, ja, de kinderen zijn eraan gewend. Ja. Nee. Maar moet je je stem blijven trainen? Ja, ik merk dat zijn natuurlijk ook gewoon spieren. Dus die moet je wel aan het werk houden. Ja. Dus mijn zangdocent gaf ook online les. Dus ik was dan degene die al die oefeningen deed. Ja. En gelukkig mogen zanglessen nu wel weer één op één. Dus ik ben ook meteen weer naar haar toe gegaan om in ieder geval het bij te houden. Ja. Dat is wel belangrijk. Maar het is ook spannend. Je voelt net ook van, oh god, ik moet weer zingen. Ik moet weer, kan ik het nog? Ja, toch? Het ging goed. Toch? Nou, ja, weet ik niet. Hoop ik, ja, zeker. Jullie zitten hier enorm vrolijk te zijn. En ik zie jullie ogen twinkelen. Waarschijnlijk omdat we over het vak praten. Ja, ja. Maar hoe maken jullie je ook erg zorgen? Denk je wel eens, ik moet me gaan omscholen. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Of gaat het niet zo ver? Nou ja, op zich doen we eigenlijk allebei nu al iets anders. Ja. Omdat, nou ja, ik persoonlijk dacht, ja, een jaar helemaal niks. Dat red ik niet. Nee, zeg maar, het brood op de plank. Ja. Dus ik werk nu als voedingscoach. Hey, ja. Dat is iets heel anders. Dat is heel anders. Maar was je daar al mee bezig daarvoor? Of? Dat ging een beetje gelijk op, zeg maar. Ik, dat kwam eigenlijk een beetje tegelijk met de corona. Dus het kwam een soort van uit de lucht vallen. En dat ik denk, nou, dat moest zo zijn. En ik ben daarop ingegaan. Omdat ik weet niet, toen wist ik ook nog helemaal niet hoe vaart het zou lopen. Maar ik heb die... En want wist je daar al veel van? Of heb je een cursus, een online cursus? Ik heb een interne opleiding gedaan daar. En ik was, weet je, in ons vak is iedereen altijd wel bezig met uiterlijk en gezond zijn. En dus je weet onder andere. Dus je wist er al wel je wat wist van. Er best wel wat van. En ik, nou ja, weet je, ik ben dan voedingscoach. En ik regisseer ook geen vocles. Dus ik heb een beetje zo gesolliciteerd van het coachen, weet je wel, vanuit die hoek. En dacht ik van, nou, ga ik op die manier ga ik solliciteren. En je werkt dus bij een organisatie? Ja. Dus niet als een... Ja. Dus je hebt echt een baan weer. Ja, nou ja, het contract is nog maar 4 uur per week, maar goed. En waar heeft dat mee te maken? Ja, nou ja, gewoon niet genoeg werk. Dus, nee, ja, maar nee. Ik val dan heel veel in. Dus ik heb dan een paar uur contract. Ja. En voor de rest ben ik een soort vliegende kiep in de regio. Ja, zoals je begint, weet je wel, bij een werkgever dan Hoe zit dat dan in je hoofd? Van, dit moet maar de nieuwe weg worden? Of is het voor jou heel tijdelijk, dit? Nou ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Want aan de ene kant vind ik leuk werk. En ik ben heel dankbaar dat ik het kan doen. Maar het is niet dat vuurtje, weet je wel, wat in jezelf ook wil branden. Dat moet ook doorgaan. Dus, dat is echt die kunst. Ja. En cultuur. Dus het is fijn en dat ik het kan doen. Maar ik denk wel van, ja, nee, ik moet wel weer dat toneel op. Dat is wel belangrijk. Ja. En bij jou? Tijdelijke oplossing? Ik gaf al les op een jeugdtheaterschool in Hoofddorp. Die lessen heb ik dan online gedaan. Ik geef spelles, acteerles. En ook, is die theaterschool in gevaar? Want ik hoorde vanmiddag ook een verhaal. Van een jongere, twee meiden van 15 die hier waren. En die zeiden, ik hoorde van mijn theaterschool dat die misschien wel gaat omvallen. Ja, nou, de Pier K is dus een onderdeel van het cultuurgebouw in Hoofddorp. En daar, dat bestaat eigenlijk uit de Schouwburg van Hoofddorp. Een kunstencentrum, bibliotheek en een poppodium. En daar zijn ongeveer 600 tot 700 mensen werkzaam als vrijwilliger, ZZP'er in loondienst. En het kunstencentrum al heeft 6.500 cursisten per jaar. Dus dat zijn inderdaad zanglessen, maar ook viool, gitaar, tekenen, schilderen.
Dus, en ik had dus positief ingesteld als ik was. Dacht, oh nee, maar in juni, weet je, dan kan ik daar wel weer heen. En dan, weet je, dan kan ik mijn lessen wel voortzetten. En toen was het, ja, 30 mensen per keer. Ja, dat gaat niet op, in zo'n groot gebouw. Dus dat ligt gewoon stil. En het is gewoon maar de vraag of dat überhaupt nog kan bestaan. Ja. En dat is best wel heftig ook, omdat ik voornamelijk dan lesgeef ook aan kinderen. Ah, dan wil je zo graag die kinderen... Het toch meegeven. En juist dat ze hun talent kwijt kunnen. Hun ei. En hun, Je bent zo blij dat ze iets creatiefs doen. Ja, precies. En dat eigenlijk... dat zo belangrijk is. Ja, enorm. Dus dat is heel vervelend. Ja. Vreselijk eigenlijk, hè? Ja, zeker. Ja. En wat er nu natuurlijk ook nog bij is gekomen. Die hele nieuwe regelgeving over het samen zingen. Hè? Mm-hmm. Met de aerosolen. Ik ben dan ook als regisseur betrokken bij een theatergroep, amateurgroep. Maar ja, echt zo'n club die willen, weet je wel. Die stonden ook klaar met hun voorstellingen om te gaan spelen. Dat is nu ook allemaal afgeblazen. En ja, in wezen gaan wij in september van start. Maar als ze niet samen mogen zingen, Dan is dat ook. We hebben inderdaad vanmiddag ook een koordirigent gehad die daarover vertelde. Yeah. Nee, dat is een heel groot probleem. Dus er staat gewoon... zoveel op het spel. Daarom is het zo goed dat jullie dat verhaal laten horen. Behalve natuurlijk ook jullie mooie zang. Ook de harde werkelijkheid nu van al die mensen die geen werk hebben. De kinderen die de muziekschool moeten gaan missen of de theaterschool. Mensen met een passie en een talent voor cultuur die nu iets anders moeten doen. Dus, Ja, maar overal mijn zoontje even. Die zit dus echt bij een kindermusical club. Superleuk. Kristaltheater in Hilversum. En die had... Hij is 9 geworden. Hij had de hoofdrol. Hij was Aladdin geworden. Blond jochie. Ja. Maar dat is dus nu voor die hele club. Hebben ze een jaar uitgesteld. Maar voor een kind van 9 een jaar iets uitstellen. Dat kunnen ze helemaal niet te bevatten. Het is zo sneu voor al die kids die dan... Nou ja, en zo zijn er... honderden clubs door... Dus jullie zitten hier eigenlijk ook een beetje namens de kinderen. In ieder geval, die jij les gaf. Nou ja, misschien ook wel, ja. En de amateurs, en de, weet je... Het is, en, maar ook, ook het hele musical vak. Ja, is er een getal bij te noemen? Ja, moet wel, want we moeten de teller helpen natuurlijk. Mogen, ja, mijn Titanic is al gecoverd, want die is al genoemd. Die is al geweest. Gister, voor mij het hele cultuurgebouw in Hoofddorp. Ja, die 600, hoeveel waren het? 600, 700. Dus 700. Nou, dan maken we daar er 650. 650 vind ik een mooi deal. 700? Ja, jij weet het beste. Jij zit er. 700. 650. Oké. Okay. Ja. 700 zeg jij? Ja, doe gewoon 700. 700. Ja, en 700. Gecoverd. Ik ben dus aangesloten, ik moet het ook even noemen, ook theatergroep Manto uit Gorinchem, even noemen natuurlijk. En hoeveel zijn dat er? Ik heb het niet gecheckt, maar ik schat, nou, als ik 60 zeg, dan denk ik dat ik nog aan de lage kant zit. Dus sowieso wel 60, denk ik. Oké, okay. 135 in totaal. Ja. Dankjewel dat jullie dit wilden vertellen. En ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop zo dat jullie je vak gewoon weer kunnen gaan uitoefenen. En tot die tijd... Dankjewel. Sterkte. Ja, en dank dankjewel. Voor je komst. Bedankt. En zet je hand tegen. En fijn dat je mocht komen. Ja, natuurlijk.